Op papier natuurlijk een fantastische wedstrijd. PKC tegen Fortuna. We weten allemaal nog hoe het ging in die derde play-off van vorig jaar. Toen ook met Buis als scheidsrechter. Toen won Fortuna in een geweldige, heroïsche wedstrijd. Hoe gaat het nu? Het is Richard Kunst. Hij met de 1-0. Geen Suzanne Struik. Sander van der Werf speelt onder andere. Die wordt hier hard geblokt door Jessica Lokhorst. Goed gedaan door Lokhorst. Van naar de andere kant met Van Nieuwenhuizen. En de eerste strafworp van de middag. Zouden er veel gaan volgen. Nick van der Steen, hij met de gelijkmaker 1-1. Eerder dit seizoen in Delft was het een magere wedstrijd qua scores. 18-14 toen. Als hier de volgende strafworp gegeven wordt. En het is Fleur Hoek met de 1-2. PKC had zich nog voorgenomen om niet te veel vrije ballen en strafworpen weg te geven. Maar hier is tip nummer 3 van de wedstrijd. Lauwens Leeuwenhoek moet er vandaag 5 maken om toe te treden tot de Club van 1000. En vanaf 2,5 meter faalt hij niet. 2-2. Even later is het dan 3-3. Zit een mooie actie. Ja, het is overduidelijk. Een strafworp. Havelaar met de overtreding. En Fleur Hoek met haar tweede. Maar ze mist. Niet de eerste strafworp die ze mist dit seizoen. Fleur Hoek. Rijgersberg en Heemskerk hebben ook aangegeven sowieso geen strafworpen te willen nemen. Dus moet het gebeuren door Hoek in dat vak. PKC scoort wel. In plaats van 3-4 is het 4-3 via Sita Schreuder. Wordt het 5-3, 6-3 en 7-3 door Richard Kunst. En zo loopt PKC in de beginfase al makkelijk weg bij de ploeg van Korporaal en Volkerts. En dat komt met name omdat Fortuna echt heel, heel matig schiet. Tim Heemskerk heeft het niet. En niet de enige Fortunees die het niet heeft in Papendrecht. Hier dan wel een vrije bal. Buitenkantje zou je zeggen, maar veel te kort. Nee, het is allemaal erg moeizaam bij de ploeg uit Delft. Verloren de laatste twee wedstrijden van top in LDODK. Speelde toen wel goed. Maar van goed spel is in Papendrecht weinig te zien. Na de Den Dunne schiet ondertussen 2 uit 3. En dan is de stand 8-3 voor PKC en vraagt Fortuna een time-out aan. Maar het maakt allemaal weinig uit. Dit lijkt een ingestudeerde trucbal bij Van Nieuwenhuizen, maar slechte paas. Is PKC dan goed? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ze hoeven niet heel goed te zijn om van dit Fortuna te winnen. Hier uit stilstand. En natuurlijk zit Van Wijngaarden er dan goed bij. Eerder dit seizoen stonden Van der Steen en Van Wijngaarden in Delft ook al tegenover elkaar. Toen was Van der Steen van Wijngaarden de baas. Nu is het duidelijk andersom. PKC met Van Houwelingen. Hij maakt er 10-3 van. En even later diezelfde Van Houwelingen met de 11-3. En Fortuna gaat dan veel wisselen, maar het maakt eigenlijk allemaal weinig uit. Daan Preuninger blijft liggen geblesseerd op de bank. Als het er echt om zou gaan, zou hij wel kunnen spelen. Maar Fortuna laat zich ook niet in de kaarten kijken natuurlijk nog. 12-4 en nog nooit in de Korfbal League scoorde een ploeg maar 4 goals bij rust. Zijn er nog mooie acties te zien in de tweede helft? Jawel, deze heerlijke paas. Het is jammer dat Buijs deze goal misschien wel onterecht afkeurt. Staat Rijgersberg ertussen? Lijkt me niet. Zonde. Anders was dit ongetwijfeld het mooiste doelpunt van deze week geweest. Lokhorst, slim omdraaiballetje. 15-7. Dan is er weer een run van 5-0 in het voordeel van PKC. Onder andere door deze goal van Zita Schreuder. Zij de zuivste dame van de Korfbal League met 33% scoringspercentage uit dynamische pogingen. En dit is ook nog wel een leuk moment. Lauwens Leeuwenhoek, hij treedt toe tot de Club van 1000. 1000 doelpunten in de Korfbal League. En het is hem van harte gegund en hij gaat er nog veel meer maken. De aanvoerder van PKC. Hij mag ook even later de eindstand gaan bepalen op 26-13. Inderdaad, Fortuna wordt gedubbeld in Papendrecht. Een hele teleurstellende wedstrijd. Misschien wel goed voor het zelfvertrouwen van PKC dat ze ook makkelijk van Fortuna kunnen winnen. Maar het was allemaal erg matig van die ploeg van Art Korporaal en Damien Volkerts.